De meeste mensen die bij mij op school zitten zijn vooral mensen die veel van reizen houden en op veel bestemmingen zijn geweest. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik toch al wil leren hoe je dan zeg maar een event plant. Toerisme is echt een branche waar je denkt vanuit de klant en dat moet vooral echt in je zitten. Wij proberen de studenten zo goed mogelijk beeld te geven van wat er hier op school gebeurt. Bij een intakegesprek krijg je de leerlingen echt voor het eerst te zien. En ik vind het dan persoonlijk heel belangrijk om een beetje aan te voelen van of ze het echt willen ook. Door deze intake zorgen we ervoor dat een leerling minder kans heeft dat hij een verkeerde opleiding heeft gekozen. Komt hij wel uit de buurt? Moet hij niet 4 uur reizen? Dat kun je allemaal doorspreken. Dus ook een soort van advies geven aan die nieuwe leerling. Ouderejaars worden ingezet als een opdracht voor een ander vak. Het voordeel voor de toekomstige student is dat er mensen bij zijn die qua leeftijd natuurlijk veel dichterbij liggen. Doordat ze ook aan hem of haar vragen kunnen stellen die van belang zijn. Op het moment ben ik weer zelf werkzaam in de luchtvaart. Ben per januari weer begonnen bij de luchtmacht. Ik vind het enorm leuk om die lucht in te gaan. En als ik dan hier die studenten weer zie op maandag en dinsdag, ja, dan kun je weer dingen vertellen uit eigen ervaring. Afgelopen maandag moest ik brandje blussen. Toevallig heb ik hier ook een halonblusser liggen, dus ik kon ze vertellen wat ik moest doen. En dat sluit heel mooi aan op de lesstof. Wat ik eigenlijk leuk vind in deze stage is toch het boeken van een reis voor de mensen. Ik heb de opleiding toerisme gedaan bij het MBO in Amersfoort. Daar heb ik ook stage gelopen bij D-reizen. Zo ben ik aan mijn baan gekomen. Ik weet hoe ze hier binnenkomen. Echt koud van school, om het zo te zeggen. De theorie omzetten in de praktijk. Heb ik zelf ook moeten doen, dus dat kan ik ook overbrengen op de studenten. Ze heeft eigenlijk alles hetzelfde doorstaan. Wat ik nu ook eigenlijk moet doen, is alle vragen die je hebt aan het zingen, kan je eigenlijk allemaal bij haar terecht. Ik vind het belangrijk in de begeleiding dat studenten zich sowieso thuis voelen bij ons. En dat ze aan het eind van de rit ook echt zelf een vakantie zelfstandig kunnen boeken voor de klant. Onze studenten die gaan in eerste instantie stage lopen bij Leerhotel Het Klooster. Dat is een binnenschoolse stage. Dat maakt dat als ze naar de echte externe stage gaan, dat ze er gewoon goed beslagen ten ijs komen. Je hebt hier een evenementenbureau. Wij doen zowel intern zeg maar, de evenementen die organiseren we. Dus dan moet je denken aan oriëntatiemiddagen voor het VMBO bijvoorbeeld. En extern bemiddel ik eigenlijk tussen de bedrijven of de instanties die het organiseren en de studenten. Mijn taak vandaag is mensen verwelkomen, koffie vragen inschenken. Wat ik het leukste vind is alles wat er voorgaat voor het evenement en dan zelf uiteindelijk het evenement zelf meemaken. Ik ben zelf niet echt een persoon die plant. En door zeg maar gewoon de hele opleiding te doen, leer je ook gewoon meer plannen. En dat wanneer een deadline stopt, dat die echt gewoon gestopt is. Wat je vooral heel erg veel meeneemt in de evenementenorganisatie is hoeveel mensen ervoor nodig zijn. Wat iedereen moet doen doordat je het draaiboek hebt gekregen, dus daarvan kan je ook leren. En ik raak minder snel gestrest als iets niet helemaal gaat zoals ik in mijn hoofd had.